Hallo allemaal, mijn naam is Sjoerd de Winter. Ik ben 23 jaar oud, kom uit het Westland en sinds afgelopen augustus studeer ik hier aan de Universiteit van Bergen in het prachtige Noorwegen de opleiding Public Administration, oftewel bestuurskunde. Koos het land en de stad omdat 1. De opleiding enorm erg op mijn vooropleiding aansloot. 2. Omdat alles gewoon fantastisch geregeld was hier zo en er geen tuition fee was. En 3. Zoals jullie kunnen zien is het hier echt adembenemend mooi en leek het me een onwijs gaaf avontuur om hier te kunnen studeren en wonen voor een langere tijd. Ik gaf eerder al aan dat je in Noorwegen geen collegegeld hoeft te betalen. Maar zoals sommigen van jullie ongetwijfeld zullen weten is het wel een van de meest dure landen ter wereld om in te wonen. De studiebeurs van het VSB-fonds helpt mij hier in ieder geval enorm veel bij. Kan ik er 2 jaar zorgeloos van leven? Nee. Maar het dekt wel 2 jaar aan huurkosten voor een kamer in dit prachtige, typisch Noorse huis waar ik op het moment in woon. Kijk, ik had natuurlijk wel een beetje een idee van hoe het zou zijn om in Noorwegen te studeren voordat ik hier kwam. Maar heel zeker weet je dat uiteraard nooit. En al helemaal niet tijdens een pandemie. Dus je kan je wel voorstellen dat toen ik hier aankwam en ik erachter kwam dat ik maar 5 andere klasgenoten had, dat ik aardig verbaasd was. En het heeft zo zijn voordelen natuurlijk, want de docenten die kennen me beter, wordt beter begeleid. Maar tegelijkertijd is het ook wel een stuk lastiger om nieuwe vrienden te leren kennen. Zeker aangezien de helft van de lessen ook nog eens op Zoom plaatsvinden. En om heel eerlijk te zijn, je moet daar gewoon creatief mee zijn. Ik ben veel gaan hiken of wat geweest drinken met mensen die ik eigenlijk niet heel goed kende, maar die we wel uitgenodigd hadden. Ik ben Noorse taallessen gaan volgen, waardoor ik in een klas terecht kwam. Allemaal nieuwe mensen. En ik zit nu bij de studentenraad, waardoor ik ook weer allemaal nieuwe leerlingen heb leren kennen en vrienden heb gemaakt. En dat is gewoon ontzettend fijn geweest. Dus ja, dat is een beetje de notendop hoe mijn leven hier in Bergen in Noorwegen eruit ziet. En hartstikke bedankt voor het luisteren. En tot ziens. Of zoals ze in Noorwegen zeggen, ha de bra.